Het doel van het vasten is om jezelf van het kwaad te reinigen, proberen niet op het slechte pad te komen en ook om te proberen jezelf te beheersen. Daar gaat het allemaal om tijdens de vastenmaand binnen de islam, Ramadan. Ramadan, hoofdbestuurslid van de Surinaamse Islamitische Vereniging SIV, Rafiq Munusing, noemt Ramadan een oefenmoment om je leven beter in te richten. Moslims interpreteren het gegeven van de vastenmaand vaak genoeg verkeerd, meent Munusing. Dus alles wat met één puntje te vergelijken als een kwaad wordt gedaan door de persoon die vast, ja, dat wil zeggen dan heb je het doel van het vasten niet begrepen. En die dingen moeten we dan proberen. Ja, en ik ga eerlijk zeggen, het lukt bij de meeste mensen die vasten. Het lukt bij de meeste mensen. Plotseling kan je de mensen elke dag in de moskee zien. Plotseling zijn ze geen leugenaars meer, geen roddelaars meer. En met Facebook en noem maar op. Zie je ook geen comments, begrijp je, als je maar actief bent op die dingen. Ik zeg dit alleen om de mensen erop te wijzen dat hun verantwoordelijkheid in vasten niet alleen deze 30 dagen of 29 dagen vasten inhoudt. Dit leermoment is juist andersom. Die één maand moet jou voorbereiden om die volgende 11 maanden tot de volgende vasten dat leven in gehoorzaamheid aan Allah te volbrengen. Kinderen participeren ook aan de vaste maand, laat Munusing optekenen. Echter hoeft dat niet zo zwaar als bij de volwassenen. Vanaf het 7e jaar moeten kinderen door hun ouders gestimuleerd worden om te wennen aan de vaste maand. Het hoofdbestuurslid van SIV zegt dat bij 10 jaar het vasten volgens de heilige profeet Mohammed al verplicht wordt gesteld. Maar kijk, in Suriname zijn de omstandigheden ook weer anders. Ja, kinderen gaan naar school, ja, onder de omstandigheden van klimatologische omstandigheden, warme klassen en ga zo maar door. Dus niet een ieder moslimkind wordt zover of kan zover gebracht worden dat ze verplicht worden gesteld om te kunnen vasten. Maar op latere leeftijd, wanneer men werkelijk bewust is van zijn of haar geloof, en met medewerking van de ouders, dat wij feitelijk dan de kinderen ook meenemen om deze religieuze verplichtingen, niet alleen het vasten, ook het gebed, weegt even zwaar, dat we ze hen ook bijbrengen. En gaandeweg dat proces zal je zien dat op ietsje latere leeftijd, begrijp je, er zijn vele wereldwijd hoor, kinderen die vanaf 10 jaar al 30 vasten afronden, begrijp je, dat zult u zelf ook kunnen natrekken. En je ziet van werkelijk dat het effect van het geloof ook op deze kinderen is, maar dat komt niet zomaar. Munusing zegt dat hij als hoofdbestuurslid van SIV graag ziet dat zijn moslimbroeders en zusters goede mensen worden. Echter wijst hij erop dat wanneer we als mens verwachtingen hebben van anderen, we ervoor moeten zorgen dat we zelf ook een goed voorbeeld zijn.